We zijn allemaal verbonden met de natuur. Doe waar je blij van wordt. En in een ecodorp ben je niet eenzaam. Welkom bij de 19e aflevering van Groene Verhalen. We leven hier samen. De aarde is ons thuis. De mensen die hier kwamen, die bouwden er hun huis. De planten, de bomen, de dieren en het gras. Wat zal de toekomst brengen? Ik wil weten hoe het was. Vertel me van je leven, vertel me je verhaal. Want groene verhalen zijn voor ons allemaal. Het gaat weer beginnen. Na een zomerstop van 2 maanden, hier dan de 19e aflevering van Groene Verhalen. Het is even wennen om er weer in te komen na een zomer die lang en warm was en die eigenlijk nog niet is afgelopen. Het mooie van de zomerstop was wel dat verschillende abonnees lieten weten dat ze Groene Verhalen misten. We doen het allemaal niet voor niks. Deze 19e aflevering is een beetje anders dan anders. Als start van het nieuwe seizoen hebben we een aflevering samengesteld uit mooie stukjes van eerdere afleveringen. En zo geeft deze aflevering een breder beeld van de inhoud van Groene Verhalen. En daar is de goede kennismaking voor mensen die Groene Verhalen nu voor het eerst ontdekken. Het zou mooi zijn als de abonnees en de vaste fans van Groene Verhalen in hun omgeving bekendheid geven aan deze speciale aflevering. Zo kunnen meer mensen kennis maken met Groene Verhalen. En het is goed om te bedenken dat we Groene Verhalen met elkaar maken. Iedereen die kijkt is uitgenodigd om iets bij te dragen. En dat kan door het insturen van gedichten of verhalen. Maar ook een goede opmerking of een tip is welkom. En stuur ook nieuws over ontwikkelingen die van belang zijn voor mensen die de wereld mooier willen maken. Nou, zoals gezegd hebben we in deze aflevering samengesteld uit fragmenten van eerdere afleveringen. En onderwerpen die we kozen gaan onder andere over de sociale kant van ecodorpen. Over het verband tussen geluk en duurzaamheid en het beginnen van een nieuw initiatief. Over het laatste kan Marjolein Jonker meepraten. Zij speelde een belangrijke rol in de opkomst van de Tiny House beweging in Nederland. Toen ze ermee begon, was er in Nederland nog helemaal niets. En hoe begin je dan? Het is een beetje in 2014 dat ik dat op het spoor kwam. In Amerika. En ik was op zoek naar een andere woning. En ik kwam erachter dat ik gewoon bijna helemaal geen mogelijkheden had op de woningmarkt. Als alleen wonende met 1 salaris. En ik ben toch een beetje door gaan zoeken. En toen kwam ik de tiny houses op het spoor in Amerika. En ik dacht, nou, dat is het. Kleine huisjes, vaak verplaatsbaar op een trailer. Die je dan op een mooie plek in de natuur kan zetten, dacht ik. Hè. Dat wil ik. Dat het in de praktijk niet zo makkelijk is. Daar kwam ik later achter, maar... En die je helemaal zelfvoorzienend kan maken. En het is betaalbaar. En je kan er ook nog een leuke community woonproject van maken met meerdere huisjes. Ik denk, nou, zo kan het. Zo kan ik mijn kleine huisjesdroom waarmaken. En daar werd ik zo enthousiast van. Dat ik denk, ik ga het gewoon doen. Maar voordat ik die beslissing nam, ben ik natuurlijk gaan kijken, is dat ook al in Nederland? Die tiny house beweging. En dat was er nog helemaal niet. Ik heb toen gezocht met Google een tiny house in Nederland. En ik vond... Nou, 1 artikel, denk ik, in het Nederlands. En dat ging over mensen die geëmigreerd waren naar Amerika en daar in een tiny house woonden. Dus het was hier nog helemaal niet. Maar het liet me niet meer los en ik ben het gewoon maar gaan doen. En er toen ook maar over gaan bloggen. Ik denk, dan vinden andere mensen tenminste nog wat informatie in het Nederlands over tiny houses. Oké, en door erover te gaan bloggen en erover te vertellen en erover te schrijven, werd het op een gegeven moment realiteit. Ja. Ik heb het echt als een project aangepakt. Dit is wat ik wil. Wat heb ik daarvoor nodig? Nou ja, een stukje financiering. Zak geld, zeg maar. Iemand die het voor me ontwerpt en bouwt. En een plek waar ik dat huisje neer mag zetten, waar ik in mag wonen. En zo heb ik het een beetje projectmatig aangepakt. En over alles geschreven in mijn blog. Wat ik ontdekte en wat ik meemaakte. En tot mijn verrassing gingen mensen dat nog lezen ook. Ja.
En nou is er een cursus over, hè? Nu is er heel veel over. Ja, ik heb zelf een cursus over hoe je je droom verwezenlijkt. Er zijn talloze websites en blogs, ook in het Nederlands. Het heeft al in heel veel kranten en op televisie en nieuwsbladen zijn er artikelen verschenen over tiny houses. Het is helemaal ingeburgerd. Straks horen we nog een ander verhaal over een nieuw initiatief. Maar nu eerst de oproepen. Een vast onderdeel in Groene Verhalen. Een van de doelen van Groene Verhalen is dat gelijkgestemde mensen elkaar kunnen vinden. Om elkaar te helpen, te inspireren en uit te wisselen. Stuur dus eens een oproep in. Wie weet waar het toe kan leiden. Vind gelijkgestemden in je eigen omgeving om iets te ondernemen. Van een eetclub tot een woongroep en van een boswandeling tot de aanleg van een voedselbos. Stuur oproepen in om mensen in je omgeving te vinden om samen de wereld wat mooier te maken. Het moet afgelopen zijn met fossiele brandstoffen, vinden jongeren in de hele wereld en dat zullen we weten. Van september tot en met december zullen er bezettingsacties zijn op scholen en universiteiten. De activisten zijn verenigd in de internationale beweging voor klimaatrechtvaardigheid. De jongeren zeggen niet te zullen opgeven tot het einde van het tijdperk van fossiele energie is aangebroken. Het Eindhovense Vredesbureau roept alle inwoners van Eindhoven op om zich in september te uiten over vrede via muziek, zang, dans, redevoering, geschrift, theater, schilderijen en tekeningen. Het resultaat zal gepresenteerd worden tijdens het festival Peace in the Park op 25 september. Peter en Marleen Simons bouwen zelf hun huis van hout, strobalen en leem. Low-tech, energiezuinig, onafhankelijk, zongericht, milieuvriendelijk, gifvrij en toch comfortabel. Belangstellenden kunnen zondag 11 september komen kijken. Er is een rondleiding, vragen stellen, koffie, thee en iets lekkers. Tot 9 oktober kun je nog gaan kijken bij de Floriade in Almere. Het thema van de tentoonstelling is dit jaar groeiende groene steden. De organisatoren beloven dat je daar de groene oplossingen te zien krijgt van vernieuwers uit binnen- en buitenland. Die aanpak kan steden leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied van groen, voeding, gezondheid en energie. De culturele vrije haven Ruigoord is in het weekend van 17 en 18 september het decor van het festival Vibe of the Earth. Het wordt aangekondigd als een inspirerend festival waar vele facetten van duurzaamheid samenkomen in muziek, dans en theatervoorstellingen. Wellness in een oase van nieuwe economieën. In Utrecht is op zaterdag 10 september een conferentie over de toekomst zonder oorlog. Het programma richt zich op antimilitaristen in Belarus, Rusland en Oekraïne. Onder het motto Niet onze oorlog. Dit is volgens de organisatoren de meest relevante en dringende kwestie voor antimilitarisme op dit moment. De bijeenkomst staat open voor activisten die van elkaar willen leren. Voor Groene Verhalen komen we graag in contact met creatieve mensen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de maandelijkse video en nieuwsbrief of de website. Laat eens iets horen en dan zien we verder. Tot zover. De oproepen die je zojuist hoorde zijn na te lezen op de website groeneverhalen.nl met contactgegevens en links. Meer oproepen lees je in de nieuwsbrief. En heb je zelf een oproep, stuur die dan in per e-mail naar info@groeneverhalen.nl. En dat waren de oproepen. In aflevering 8 van Groene Verhalen spraken we met Leo de Groot, die in Heerlen de Dobbeltuin aanlegde. Een paradijsje midden in een woonbuurt. Hij ontdekte dat je ook zonder geld iets kunt bereiken. Een afspraak kunnen maken met woningcoöperatie, Woonpunt. En
Ja, we vertelden ons verhaal. We willen graag een permacultuurtuin aanleggen. We hadden een ontwerp van de vorige tuin laten zien. En nou, ze waren meteen enthousiast. Of de man waar we mee spraken van de woningcoöperatie. En die zei van nou, we hebben een aantal braakliggende terreinen. En hij had ons 7 adressen gegeven. Daar zijn we na gaan rijden. We gaan kijken hoe dat eruit zag. En uiteindelijk bij het tweede gesprek zei hij... dit terrein hier op de Dobbersteinstraat, dat gaat het worden. Dat is een kinderrijke buurt in een volkswijk of een krachtwijk. En ja, daar zou het goed op zijn plek zijn. Nou, voor mij kwam dat goed uit. Ik woon hier 5 minuten fietsen vandaan, heel dichtbij. En ja, we zagen dat helemaal zitten. We hebben voor dit terrein een nieuw ontwerp gemaakt. Hoe we dat wilden hebben, hebben we met z'n drieën onze input ingestopt. En met die tekening zijn we toen bij een derde gesprek naar de woningbouwvereniging gegaan. En nou, het was helemaal af. Het was prima. Ze waren heel enthousiast erover. Ze hebben contact met de gemeente opgenomen. Het lag dus braak. En ja, het idee was dat ze dit zou nivelleren. Er hebben hier 6 huizen gestaan en dat was uitgegraven de grond. Het lag 50 centimeter onder stoepniveau. In samenspraak met de gemeente hebben ze kunnen overeenkomen dat de gemeente de schone grond in zou leggen. Het oorspronkelijke idee was om hier gras in te zaaien. Dan hadden ze de kosten aan gehad omdat ze elke jaar, 2 keer in een jaar moesten klepelen, moesten maaien. En die onkosten die hadden ze voor ons dan over. Die grond die erin kwam, dat zou er sowieso in komen. Dat heeft de gemeente 30 vrachtwagens voor laten komen, €6.000. Nou, toen ik dat hoorde, dacht ik van nou, dat hebben wij nooit zelf kunnen bekostigen. De woningbouwvereniging die heeft een hek laten aanbrengen van €1.000. En dat was ook een bedrag waar we toen nog niet van konden dromen dat we dat als budget zouden hebben voor de tuin. We hadden helemaal geen geld. En zonder geld kan je toch iets bereiken. Met een goed plan, een goede motivatie en als je het goed kan overbrengen, dat was fantastisch dat het op die manier lukte. En dat was Leo de Groot in Heerlen die een idee werkelijkheid liet worden. Het doet denken aan het verhaal van Laura Vechter, dat zij vertelde in de 3e aflevering van Groene Verhalen. Zij schreef het boek Naar de Aarde, met als ondertitel Hoe word ik een groene pionier? Maar gaandeweg ontdekte zij dat een ander uitgangspunt minstens zo belangrijk is. Waar gaat je hart van zingen? Ja. Mijn beginvraag voor het boek was hoe word ik een groene pionier? Maar ik kwam er eigenlijk gaandeweg achter dat er aan ten grondslag ligt van durven doen, mogen doen waar je blij van wordt. Of waar je hart sneller van gaat kloppen. En toen kwam ik een beetje aan het einde van mijn zoektocht iemand tegen op een lezing. Haar naam is Lee-Ann Boa. En zij zei toen, als iedereen doet waar zijn of haar hart van gaat zingen, dan komt er vanzelf meer liefde in de wereld. En toen dacht ik, wow, zij legt die link tussen durven doen wat je echt wil en bijdragen aan een mooiere wereld. En dat was precies waar mijn onderzoek eigenlijk over ging. Van hoe kan ik zelf meer in harmonie leven met mezelf en mijn omgeving en iets bijdragen aan misschien een verandering in het leven van andere mensen of de samenleving. En zij stelt die vraag ook vaak. Zij geeft wandellezingen. En zij stelt die vraag ook vaak aan haar studenten of aan mensen uit het bedrijfsleven of aan burgemeesters die langs de Maas wonen. Want zij heeft de hele Maas afgewandeld om mensen te spreken en te inspireren en te kijken hoe het met het water in de Maas gesteld is. En dan is dat vaak de vraag die zij stelt van maar waar gaat jouw hart nou van zingen? En ik vind dat een hele belangrijke vraag.
Voor mij is dat eigenlijk misschien wel het rode de rode draad van het boek geworden. Omdat dat mij zelf ook de kracht steeds geeft om mijn pad verder te gaan. Ook al is het vertrouwen er misschien nog niet helemaal en de durf nog niet. Toch geeft dat zo'n sprankeling of zo'n innerlijke drive komt er uit dat zingende hart naar boven. Dat ik toch al die stapjes zet. En mijn wens voor de hele maatschappij zou zijn. Dat iedereen wat meer rust en ruimte krijgt. Of de tijd kan nemen om te voelen van waar word ik nou werkelijk blij van. We zitten soms zo gevangen in een baan en een huur of een hypotheek moeten betalen. En het lijkt allemaal zo normaal dat we onze boodschappen in de supermarkt halen. En ondertussen raken we naar mijn idee steeds verder verwijderd van de aarde. En van waar ons eten vandaan komt. Dat ons drinkwater eigenlijk uit de Maas komt die heel vervuild is. En is dat gewoon. Maar alles moet efficiënt en snel. En zo goedkoop mogelijk. En zo misschien zoals onze ouders het ons hebben voorgeleefd. Dus ik ben heel benieuwd wat er zou gebeuren met de wereld. Als we onszelf wat meer ruimte gaven om te voelen van waar word ik nou echt blij van? Waardoor voel ik me nou levendig? En voor mij is dat dus de aarde voelen. En me wassen in de natuur bijvoorbeeld. En maar voor iemand anders, wie sprak ik nou laatst? Oh ja, ik sprak bijvoorbeeld iemand, een fotograaf, die ging kinderen fotograferen die geboren zijn met HIV. Voor een goed doel. Dus hij stelde zijn diensten beschikbaar voor een goed doel. En ook om mensen te laten zien. Kijk, zo, je kan ook jouw steentje bijdragen op jouw manier. Dus voor mij hoeft het helemaal niet te zijn duurzamer leven. Het kan ook iets zijn. Ja, wat jouw kwaliteit is en wat jouw droom is waaraan je wil bijdragen. En en ik denk dat het de tijd is om te veranderen. Dat voel ik of dat zien we aan alles. Er zijn zoveel crisissen en daar wil ik niet de nadruk op leggen. Ook juist in mijn boek niet. Ik wil juist de nadruk leggen op kijk hoe het ook kan. Het kan. We kunnen veranderen in ons persoonlijk leven. En daarmee kunnen we ook natuurlijker met elkaar en met de natuur samenleven. Het voelt een beetje als een preek. ik praat meestal niet zo over hoe ik denk wat de anderen zouden moeten doen. Maar ik zou het mensen wel gunnen om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. En waar ze waar ze echt voldoening uithalen. Ja. Ja, van het thema waar gaat je hart van zingen, is het maar een kleine stap naar de rubriek Lekker. Die gaat over lekkere dingen die je zelf kunt maken. Helaas hebben we deze rubriek niet in elke aflevering van Groene Verhalen, want het hangt af van kijkers die recepten insturen. Heel lekker waren ongetwijfeld de biologische bonbons in aflevering 6. Annemieke laat zien hoe je ze maakt. Goeiedag, ik ben Annemieke. Ik ga jullie laten zien hoe je chocolaatjes maakt. Het is de meest eenvoudige versie. We hebben dadels zonder pit, kokosvet en natuurlijk cacao. Nu snijden we de dadels. Zo, het snijden moet in hele kleine stukjes. We doen de kokos erbij.
Okay. Cacao. Je kan een beetje zelf bekijken wat je lekker vindt. Of je er heel veel cacao in doet of ietsje minder. Het kokosvet is dik en stijf als het koud is, maar het is olie als het warm is. Het is voor de chocolaatjes mag het geen olie zijn, want dan is het veel te dun. En deze is wel heel stijf, maar het geeft niet, want ik prak wel. Zo. Het is net als met de appeltaart in de oven. Je moet even met je vingers erbij. Zo. Nou, vervolgens maken we weer een rolletje van. Jo. Een worstje. Het worstje snijden wij in gelijke stukken. Zo. We pakken de kokos nog een keer. Doen het in een schaaltje. Maken er bolletjes van. En halen het nog een keer door de kokos heen. Zo. Is dat niet feestelijk? Heerlijk. Ik ben zo benieuwd hoe het smaakt. Ja, die bonbons zijn dus heel erg lekker. Ja, nieuwe recepten blijven welkom, liefst met ingrediënten die lokaal geproduceerd worden. In dat opzicht is dit recept met kokos, dadels en cacao niet echt een goed voorbeeld. We gaan naar Boekel. In de 6e aflevering van Groene Verhalen gingen we daar kijken naar het ecodorp dat daar verrijst. Met Ad Vlems praten we over de totstandkoming van het ecodorp en over allerlei ecologische bouwmethoden. Maar daarnaast kwam de vraag aan de orde hoe het nou is om in een ecodorp te wonen. En dat is vooral ook een heel sociaal verhaal. Ten eerste is eenzaamheid geen item. Je moet echt heel bewust kiezen om bij jezelf te blijven. Wil je eenzaam worden in een ecodorp? Wij doen heel veel samen, want we hebben allerlei werkgroepen. We hebben nu 13 werkgroepen waar we in zitten. En iedereen zit minstens in 1-2 werkgroepen. En daardoor leer je elkaar ook heel goed kennen. We hebben eens in de maand hebben we een sharing. Dat is een moment waarop je in een cirkel zitten. Het duurt ongeveer een uur of anderhalf uur. Je zit bij elkaar, je zit in een cirkel. En om de beurt mag iedereen vertellen waar die mee zit. En dat kan zijn, ik heb slecht geslapen, want mijn zoontje van 1 die lag te huilen. En we kregen hem maar heel moeilijk in slaap.
kan ook zijn dat je andere dingen vertelt die, waar je mee zit, die zwaar op je wegen. Of juist dingen waar je heel gelukkig van bent geworden, die kun je ook vertellen. En het leuke van zo'n sharing is dat je 5 minuten lang mag je aan het woord zijn zonder dat je dat anderen er doorheen gaan praten. En hallo. En dan kun je dus je verhaal kwijt, maar anderen leren je daar ook veel beter kennen. En jij leert anderen ook veel beter kennen. Hi. En waardoor de band ook veel sterker wordt en mensen veel meer verbonden zijn met elkaar. En er ook minder conflicten zijn daardoor. Dus het is veel meer dan eco eigenlijk. Het is ook een heel sociaal verhaal. Ecodorp is altijd een heel sociaal verhaal. Het maakt het interessant en maakt het complex. Mensen zijn altijd een leuke bron van ontwikkelingen. Want er gebeurt, als je met mensen samenwerkt, dan gebeurt er gewoon veel. En het leuke van een ecodorp is dat de mensen die daar naartoe komen, dat die altijd een heel levenstraject achter zich gelaten hebben. Vaak met een ommekeer daarin, waardoor ze dachten van, hey, ik moet alles anders gaan doen, want dit klopt niet meer voor mij. Dus heel vaak zitten er trajecten in dat mensen ander werk zijn gaan doen. Of dat ze een burn-out hebben gehad en beseft hebben van, hey, ik moet anders met mijn leven omgaan. Dus hier zitten mensen die sowieso al heel interessant zijn. Wonen in een ecodorp. Veel mensen zouden het willen. Maar toch, je hoeft niet in een ecodorp te wonen om toch heel ecologisch te leven. In volgende afleveringen van Groene Verhalen willen we graag mensen aan het woord laten die manieren hebben gevonden om ecologisch te leven op de plek waar ze op dat moment wonen. Want je kunt vandaar een mooie plek verhuizen, maar je kunt ook de plek waar je bent mooier maken. Als veel mensen dat doen, wordt de wereld prachtig. En dan is het nu tijd voor de gedichten. Een mooi onderdeel in elke aflevering van Groene Verhalen. Met de juiste woorden kun je de wereld om je heen op een nieuwe manier bekijken. Ook de gedichten van deze aflevering waren al eens eerder te horen, maar ze blijven het beluisteren waard. Van Gretje Salima hoorden we 2 gedichten. Volle maan en eerbied. Alice Koenen leest haar gedicht dat zij schreef voor de Dag van de Duurzaamheid. Aloïke zingt een lied van eigen hand getiteld Toverstaf. En Els de Groen draagt haar gedicht voor met de titel Spreeuw. Spreeuw. Alsof hij ontstaan is uit metallic lak. Ontsproten aan het brein van een beeldend kunstenaar. Die houdt van brons en purper. Maakt hij goede sier. Zijn spreeuwenkleed is chic. Alsof hij behept is met een synthesizer, schittert hij in hoorspelen, imiteert er fluitjes, sirenes, intercities en andermans gezang. Zijn spreeuwenstem betovert. Alsof hij de hemel met body art verrijkt, zwermt hij in formaties die waaieren en wentelen, hoog boven de bomen en boerderijen uit. Zijn spreeuwenkunst verrast. Alsof hij een spreeuw is, eet hij zomers larven en in november fruit, wat hem op een strafblad of erger komt te staan. Zijn spreeuwen dood verbijsterd. Volle maan. Op een mooie zomeravond zagen wij de gele oude maan geboren worden. Stil en schoorvoetend kwam ze op aarde en werd teder gewiegd in de takken van een stevige eik. Dag van de duurzaamheid. We kunnen nu het tij nog keren als we onze aarde beter regeren. Wanneer wij samen nu serieus beginnen, zal al het leven op aarde winnen. Te zware lasten voor de minderheid, zorg voor de medemens, raak ze niet kwijt. Welvaart voor meer dan een beperkte elite, genoeg voor allen, iedereen mag genieten.
Geen misbruik van mens, dier of plant. Geen overmatige beloning aan de andere kant. Duurzaamheid gaat over de lange termijn. En maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Duurzaamheid gaat over de gehele keten. Met niet alleen de onderkant laten zweten. Duurzaamheid gaat over balans en evenwicht. En zorg dat niemand naar onrecht zwicht. Een duurzame samenleving, samen gedragen. Goedkoop is duurkoop en levert meer vragen. Het gaat uiteindelijk niet om wie je bent, maar om wat je doet, elke seconde, elk moment. We kunnen nu het tij nog keren als we onze aarde en medebewoners echt waarderen. Eerbied. Eens viel naast mij een kleine prins in slaap. Maar voordat de oogleden zwaar en vermoeid zich sloten, dwaalden zijn ogen, weergaloos, in de mijne. Ze keken verder dan het hier en nu, voorbij de ruimte en de tijd. Zij keken in de eeuwigheid. Het diepe schouwen van volkomen rust en vrede schonk mij voor het slapen gaan een groots geschenk, want in deze mooie blauwe kinderogen zag ik niet alleen het lieve kind, maar de gehele mensheid aan. Geef de wereld geur en kleur, open voor en achterdeur. Hoor de wind over het veld, door de stallen. Looien en zuchten langs trappen en hallen, door stoffige kamers en dode gangen. Door tuinen van oneindig verlangen. En overal waar hij gaat, vindt het kind een spoor van zaad, wat hem de weg zal wijzen. Als een boom zal hij groeien en rijzen, boven het kleurloze land, met zijn toverstok in de hand. Hoor ik hem spreken. Alles zal zijn zoals het wezen wil, aarde, steen en vrucht, de egel onder de takkenrail. En dat waren de gedichten. Blijf zelfgeschreven gedichten insturen. De wereld om ons heen biedt elke dag inspiratie. En dan nog een laatste fragment, deze keer uit aflevering 5. We spraken toen met Irma Abelskamp van het Friese ecodorp Vrijlon. Aan het einde kwamen we te spreken over jonge mensen die soms zo somber zijn over de toekomst dat ze ervan uitgaan dat de wereld niet meer te redden is. Welk perspectief kan je hen bieden? Je spreekt wel eens jongeren, ja. Studenten, en die hebben soms een heel pessimistisch beeld van de toekomst. Ja, klopt. Sommige jongeren die zijn best heel neerslachtig over en negatief over de toekomst, dat het geen zin heeft. Van alles wat we nog doen heeft toch geen zin. En kunnen daar ook heel depressief van worden als ze zich daarvan bewust zijn. En ik heb in gesprekken met studenten daar hele intieme gesprekken over gevoerd. Dat uiteindelijk zij ook een gevoel hebben van the last generation. Van na ons is er geen toekomst meer. Dus ik heb een studenten gehad die wilde eigenlijk heel graag moeder worden. Dat was ook echt zo'n moederkloek. Maar ze zegt, ik kan geen kinderen nemen, want ik kan ze geen toekomst meer bieden. En daar werd ze heel verdrietig van. En uiteindelijk heb ik in dat verhaal ook kunnen vertellen dat toen ik 16 was, ik bij de huisarts zat. Omdat ik behoorlijk depressief was. En ook geen toekomst meer zag voor het nageslacht. Dus ik mijzelf ook de last generation voelde.
En dat gaf een stuk herkenning. En daarbij ook het gevoel van hoop. Van je kunt er nog steeds wat mee gaan doen. Maar je moet het je wel bewust zijn. En het heeft geen zin om het weg te stoppen. En je helemaal te storten op de dingen van het heeft toch geen zin. Want het zit in je. En dat gaat uiteindelijk woekeren. Dat moet je niet doen. Het mooiste is dus dat je handen en voeten gaat geven. Om wel met die hoop bezig te gaan. En iets te gaan creëren. Waar je wel blij van wordt. En ook hier, ik bedoel, ik word hartstikke blij als ik hier in de tuin werk en dingen doe. Maar ik heb ook mijn neerslachtige momenten dat ik denk, voor wie doe ik het in vredesnaam? En dat is iets wat die studenten heel erg herkennen. Maar als je je gaat verstoppen, dan gaat het woekeren. En het is juist heel belangrijk dat je elkaar gaat vinden en met elkaar toch daarmee bezig gaat. Omdat je anders geen gevoel hebt dat je richting kan geven en kapitein kan zijn op je eigen schip. En dat is wel heel belangrijk. Om sturing te geven aan je eigen emoties en om jezelf onder controle te houden, moet je grip hebben. En dat grip krijg je op het moment dat je bezig gaat met datgene wat voor jou belangrijk is. En de natuur kan je daar ontzettend in helpen. En al is het maar met je vingers in de grond, plantjes in de grond, zaadjes in de grond en het komt weer op, dan kan je heel blij van worden. En die verbinding daar weer opnieuw in te vinden. En dat is je houvast, want de natuur gaat altijd door. Altijd weer. Die stopt niet. En dat het een golfbeweging is, en dat is van je eigen leven ook. Het is sterven en weer opbloeien, sterven en weer opbloeien. En dat is met je depressies en dat is je hoogtepunten. En dat je weet dat dat ritme ook in ons eigen leven terugkomt. En dat je dus niet hopeloos hoeft te worden. Dus verstoppen heeft geen zin, maar gewoon pak het aan en ga ermee aan de slag. En daarin hebben studenten elkaar ook gevonden tijdens die gesprekken. En dat hebben we gedaan bij Social Work van de NHL. Met docenten er ook bij. En dat waren hele fijne gesprekken waar mensen ook na afloop weer helemaal blij waren. Alleen al de erkenning dat ze niet alleen staan. En dat ze allemaal die gevoelens kennen. Ook al hebben ze het weggestopt. Maar ze herkennen het allemaal. En ik weet zeker dat iedereen dat voelt. Iedereen weet gewoon van zichzelf wel dat het er zit. En je kunt het wel wegstappen, maar dat komt vroeg of laat toch naar voren. We zijn allemaal verbonden met de natuur. We blijven verbonden met de natuur. Met die woorden naderen we het einde van deze 19e aflevering van Groene Verhalen. Blijf nog even luisteren naar het lied dat straks te horen is. Speciaal voor mensen die het altijd druk hebben. En we hopen dat deze aflevering je iets heeft gebracht. Waarmee je de wereld wat mooier kunt maken. En mocht je nou denken aan een onderwerp dat mooi in deze video zou hebben gepast, of een persoon die aan het woord had kunnen komen, of een mooi verhaal dat in Groene Verhalen zou passen, laat het weten. We zien uit naar alle mogelijke reacties, tips, suggesties, nieuws, gedichten, liederen, oproepen, betogen, columns, recepten en inspirerende verhalen. En stuur dat allemaal naar info@groeneverhalen.nl. De volgende aflevering verschijnt op zaterdag 1 oktober. Tot ziens bij Groene Verhalen. Als het moet, ja dan lukt het meestal wel. Als het moet, nou dan moet het wel. En er moet nogal wat gebeuren. Het is nooit klaar, het is nooit af. Is het gedaan, dan begint het gewoon van vooraf aan. Slapen, gaan, opstaan, onder de douche, eten, drinken, ademhalen. Naar je werk, de hond uitlaten, boodschappen doen, eten, koken, kleren kopen. Kleren wassen, tanden poetsen, naar de wc. Deur open, tuin in, hangmat ophangen, uitrusten, de deur weer dicht. Je koffers pakken, fietsband plakken, met de fiets op pad. En ik moet nog heel veel houden van jou. Knuffels geven aan iedereen. Ik moet nog op reis om cadeautjes te kopen, liedjes te schrijven. Nog heel veel te gaan zien. En naar de film en chocolade. Als het moet, ja dan lukt het meestal wel.
Als het moet, ja dan moet het wel. En er moet nogal wat gebeuren. Het is nooit klaar, het is nooit af. En is het gedaan, dan begint het gewoon van vooraf aan. Dat nou, wat wil ik nou, of wil ik gewoon te veel? Kon ik bij een hondje zijn, zo'n vuilnisbak, zo'n eigenwijs geval. Maar dan wel heel veel buiten spelen met mijn vrienden, met een bal. Botten begraven overal en rennen en blaffen en snuffels aan iedereen. Als het moet, ja dan lukt het meestal wel. Als het moet, ja dan moet het wel. En er moet nogal wat gebeuren. Het is nooit klaar, het is nooit af. En is het gedaan, dan begint het gewoon.